als jullie afvragen wat ik aan het doen ben. Ik was de benen aan het scheren. En ik kwam er vandaag pas achter, na 2 dagen, dat hier nog een heel vlak zat dat we nog niet hadden geschoren. Dus dat ben ik nu heel snel aan het weghalen. Want zoals je ziet, het is best veel. Zaterdag vandaag. Vanmorgen is Tess hier geweest om de paardjes even in de molen te doen. We gaan nu nog een buitenritje doen, want het is eindelijk droog. Ja, ja. Dus lekker naar buiten. En ik denk dat ik daar met mijn telefoon film. Want met de grote camera, of met deze camera, is eigenlijk een beetje lastig. Nou ja, lastig is het verkeerde woord. Maar ik ben bang dat die kapot gaat en daar is die te duur voor. Dus, buitenrit. Eerst dek af. Kijk, dan kan ze haar voet niet meer optillen. Zie je nog dat Veroon haar hoef niet op kon tillen? Nu heb ik haar op soepel gewricht van Ekstal gezet. En kijk. Kom maar. Tadaa! Hij gaat weer omhoog. Ja, ja. Hoe gaaf is dat? Dus het helpt echt. Want ja, eerst dacht ik van nou, het zal wel. Maar we hebben het nu een paar maanden, nou nee, een maandje denk ik of zo, dat hij niet geeft, maandje, een paar weken. En in het begin merkte ik niet zoveel verschil, dus dit duurt wat langer dan de andere resistaalproducten. Maar ze heeft aan beide achterbenen al een week of 2 denk ik, niet meer. Dus ik heb eerst afgewacht of het wel zo bleef, maar het bleef zo. Ja, dus ik ben weer verwonderd. Lang leven ecostijl. Nou, ze vonden een hoop eng, maar uiteindelijk zijn de laan afgekomen. En kunnen we nu weer een braaf paard in de woei. In de regen en in de woei hebben we gereden. We zijn allebei nat. Maar nu gaat het hard regenen, dus nu ga ik naar huis. Het is vandaag woensdag en het is woensdagavond. Dat betekent dat niet dat mijn moeder les heeft, maar deze keer niet alleen mijn moeder, maar ik ook. Dus we gaan nu samen in de springles. Ik heb er super veel zin in. Nou, ik ben ook benieuwd hoe het deze keer gaat, want het is de eerste keer in de groep springles met Blondie. Dus ik ben benieuwd. Zo, ik ben opgezadeld. Verona is opgezadeld, moet ik zeggen. En we gaan nu naar de binnenbak, want we hebben springles, wat Tess al zei. Ik heb daar gewoon zin in. Dat zegt Tess ook altijd. Maar het is ook wel zo. Dus helemaal leuk. Daar is Kim. Wat ga je doen? Ik ga rijden of ben je? Nou, buiten. Buiten? Ja. Succes in de regen dan. Jullie hebben de bak binnen. Ja, dat klopt. Zet. Ja. Springles. Klopt. Als een bus. Dus daar gaan we nu doen. Het gaat niet meer regenen. Ik hoop het. Nee, ik vind het maar rot weer. Nee, volgens de weersapp gaat het niet meer regenen. Dus gaat zien. Die geloof ik nu. Ik heb gelijk. Kom paard. Afgelopen, paardjes zijn moe en nat en hebben het goed gedaan. Het was een leuke les en ik vond het ook echt leuk. Was niet, soms ben ik wel eens gestrest als ik over een hindernis heen moet, maar dat had ik nu dus helemaal niet. En Tess deed het eigenlijk ook heel goed. Dus afzadelen en dan mogen de paardjes lekker naar bed. Het is vandaag donderdag en wat we iedere donderdag doen is naar de Arkelhoeve. Hier op de achtergrond zie je ook de stadmolen van de Arkelhoeve. Ik ga mijn pony uitladen en dan zie ik jullie zo weer. Ja, ik ga een snoepje doen. Homer. Ja, en Hoos. Homer. Goed zo. Stapje. Kom maar. Stapje. Goed zo. Knappie. Thank you.
Goed zo. We zijn weer terug, alleen Tess die heeft een vinger tussen de pony en een zo'n balk gekregen. Dus die heeft pijn aan de vinger aan het kind. Ik heb pijn aan mijn vinger, het is deze. Die doet auw. Ja. Ze moest koelen, dus in die tijd hebben we ondertussen Blondie even naar huis gebracht en in haar boxje gezet. Trailer even weggezet, want als je net iets hebt, dan kun je wel gelijk naar een dokter rennen. Dat moet ook als het gelijk gebroken is of heel ernstig. Maar als je alleen heel veel pijn hebt en nog gewoon kan praten en zo, is het handig om heel even te wachten, want er zit allemaal adrenaline in je lijf. Dat moet eerst weg. En dan kan je kijken hoeveel pijn je hebt en of de pijn blijft, of dat het erger of minder erg wordt, of het gaat kloppen enzovoort. En anders zit je op de spoedeisende hulp en is het vaak helemaal niet nodig. Nogmaals, als je iets ernstigs hebt, moet je natuurlijk gelijk. Maar zoals een vinger die knel heeft gezeten, kan je best heel even afwachten. En dan als je je vinger niet kan bewegen, ja, dan moet je even naar de dokter toe. Maar je kon je vinger nog bewegen. Het deed wel echt pijn. Het doet wel echt pijn, maar hij zou gekneusd zijn. En dan kan een dokter toch niks aan doen. Dus we gaan lekker naar huis. Ik ben er klaar voor. Nu mag ik wachten op Tess. Ik zit al op mijn paard. Kijk maar. En dan wachten. En daar is net de roze pony. Alleen de peeskappen zitten veel te hoog. Tess, je moet even afstappen en je peeskappen goed doen. Die zitten echt te hoog. Zo, we gaan. Blondie heeft 3 zware dagen gehad. Die heeft namelijk 3 dagen les gehad. Woensdag van Bianca, donderdag van Danielle en vrijdag van Stephanie. En Vroon die heeft gisteren gesprongen met Kim. En om te zorgen dat Blondie zich vooral lekker blijft voelen en dus niet te veel spierpijn en andere ellende krijgt, gaan we een stapritje maken. Straks nog wel een galopje om verzuurde spieren die er eventueel zijn, die dan lekker warm geworden zijn, om die eventjes wat af te vloeien, wat vuil eruit te vloeien. Maar Blondie lijkt eerlijk gezegd niet zo heel erg veel last te hebben van die 3 dagen. Maar goed, we doen het goed. Ona tekent precies de maat van het refrein van 10.000 luchtballonnen. Oké. 10.000 luchtballonnen kleuren de hemel blauw. 10.000 luchtballonnen zijn op weg naar jou. Yay! Woehoe! Daar gaat onze fantastische dressuur Amazone. Klopt. Oh, ze is een fantastische springen, Amazone, zegt ze. Ja. En we hebben nog steeds een obstakel. Het is ook een behoorlijk obstakel. En omdat de vorige keer er gewoon overheen stapte, durft Tante Truus nu wel. Dus nu gaat ze als eerste, zegt ze. Maar daar is het. Het obstakel. Kijk wat Blondie doet. Blondie zegt, oké, ik ga wel. Zo. De Vrona schrikt zich dood. Vrona zegt, oké, ik ga ook wel. Maar dit was het. Dit obstakel. Goed. Ja, nou, ik val niet zo snel, maar ik voelde hem wel. En het rijdt, dus het is waar. Nou, we gaan even een rondje galopperen in het bak, want we hebben alleen maar gestopt vandaag. Omdat het glad was. En ze hebben ijzers en alles is nat en trekkerig. Dus we gaan gewoon maar even helemaal galopperen. En tenslotte een achterbergbodem. Dat is altijd netjes. En goed. En vroeg. Heerlijk. En dan gaan we lekker in de bak scheuren. Altijd lekker. We gaan even stappen, we hebben al gescheurd. Va is ook even lekker aan het galopperen. Dat is fijn als er verder niemand is. Want dan kan je zo hard of zacht als dat je zelf. En dat is toch lekker, jongens. Halstertje, therapiedekentje op, voor spierpijn. Maar oefenen. En goed, meis.
Lekker hoor.